Evers Nieuwstadprijs. Paarden rijden aan. Vlag is omhoog. En de start is gevallen voor de Nesk Wevers Nieuwstadprijs met een bliksemstart in het eerste band voor de 2 Mozart Boko. Mozart Boko gaat de leiding nemen voor de 1 Mea Fantasy. En op dit moment wordt ingeparkeerd in derde stelling de 3 Mariahol met Caroline Albers. En vierde ligt op het moment Ivesinie voor Just Be Proud met erachter Joan Collins en Vikens Huno. Alle 7 paarden dus goed weggekomen. En Vikens Huno en Tom Kooijman, dat zijn de enige deelnemers in het tweede spoor. En die gaat op het moment langzaam terrein goed maken naar voren. Maar Mozart Boko die ziet er gretig uit met Finn Verkijk. Heeft op het moment een lengtevoorsprong ten opzichte van Mea Fantasy voor Mariahol met de vierde stelling Ivesinie. Buitenkant schuift op Vikens Huno en dat is straks de ideale gangmaker voor Just Be Proud. En het veld wordt achtergesloten door Joan Collins. Mozart Boko nog altijd de leiding. Aan de buitenkant zien we Vikens Huno. Kijken of Finn Verkijk ook genegen is om de kop over te geven. En daar lijkt het op. Tom Kooijman mag de leiding overnemen. Die heeft op het moment het commando met startnummer 8 Vikens Huno. Daarachter zien we de 2 Mozart Boko. Eigenlijk exact hetzelfde scenario waarmee hij de vorige keer op Emmeloord wist te winnen. Ligt er op dit moment prachtig in. Eerste paard aan de buitenkant is nu Caroline Albers met Mariahol. Die heeft ook het eerste spoor verruild voor het tweede spoor. En daarachter zien we Niels Jongejans met zijn Just Be Proud. Binnenzijde voor Rob van Toor met zijn Mea Fantasy. Hetzelfde geldt voor Ivesinie. En naar het tweede spoor is gegaan Christa Lauwersheimer met haar Joan Collins. Alle paarden komen aan de tribune voorbij en hebben straks nog 1 volledige ronde te gaan. En Tom Kooijman heeft de leiding met Vikens Huno. Daarachter wordt sterk gehouden. Dat is de 2 Mozart Boko met Finn Verkijk. Buitenom zien we Mariahol. De 3 meest gespeelde paarden gelijk al voorin. Maar daarachter zie je ook nog enkele deelnemers die op dit moment het kruid aardig droog lijken te houden. Waaronder Just Be Proud, maar ook Mea Fantasy. Hetzelfde geldt voor Joan Collins. En achterin zien we nog altijd Ivesinie. Tom Kooijman die versnelt op het moment aan de leiding met zijn Vikens Huno. Galoppade daarvoor Just Be Proud. Vikens Huno die heeft het tempo omhoog geschoten. En daarachter zien we op dit moment Mariahol. Mozart Boko moet even een lengte laten vallen. 6-6 galop. Maar de leiding is nog altijd voor Vikens Huno. Vikens Huno, een lengtevoorsprong ten opzichte van Mariahol. Daarnaast zien we Mozart Boko, Binnendorpen boeft daar geluk. Mea Fantasy voor Ivesinie en Joan Collins. Maar het is nog altijd Vikens Huno. Vikens Huno gaat daar voor het laatste manegebocht door. En heeft nog altijd een voorsprong ten opzichte van Mariahol. Die toch wel aardig knap weet aan te haken. En Mariahol gaat brutaal naar het tweede spoor om Vikens Huno onder druk te zetten. En buitenom zien we ook nog altijd Mozart Boko en ook Joan Collins. Maar het is Vikens Huno. Vikens Huno had nog altijd een lengte voorsprong en heeft nog steeds die lengte voorsprong ten opzichte van Mariahol. Binnendoor gaat op dit moment ook Mea Fantasy, maar het is Vikens Huno. Hij won op Aduard, hij won op Duimlicht en hij wint vandaag zijn 3e koers op Emmeloord. De 8 Vikens Huno voor de 3 Mariahol en waarschijnlijk de 1 Mea Fantasy. 8-3-1 en dat is voorlopig. En daar komen de winnaars al aan van koers 4, de Nesk Wevers Nieuwstadprijs. En dat is paard nummer 8, Vikens Huno met Tom Kooijman. En die wint in een kilometertijd van 1:19.07. Het kan dus nog sneller. Op dit moment de snelste tijd van de dag voor deze 4-jarige zwart-bruine merrie van Tobin Kronos uit Vikens Blue Lagoon. Gefokt in Zweden, in eigendom van Johan van der Wol. Op dit moment ook aan het hoofd van het paard. En hij is werkzaam bij de trainer Bas Krebas. En de winnende rijder is Tom Kooijman. Tom krijgt op het moment de felicitaties van de sponsoren en van de voorzitter van de drafrenbaan Noost Oostpolder. En de bloemen van de orchideeënwinkel gaan mee met de stal, zelfde als de brokkelrozen. Prachtige boeketten die zelden meetings van Emmeloord beschikbaar stellen. Iedereen blikt netjes in de camera.
met de derde zege op Nederlandse bodem. Tom, gefeliciteerd. Een succesverhaal. Maar voor jou was het de eerste keer dat je hem reed. Ja, maar zulke paardjes is een pleziertje. Vertel. Ja, we hebben van de week heel makkelijk gewonnen in Duindicht. Ik was Bas nog niet helemaal tevreden over de balans, maar vandaag was het perfect. 25 meter geven, snel de kop en geen problemen gehad. En het leek nog of je wat achter de hand had. Ja, er zat nog wel wat in de tank. Ik wil alleen deze koers wil ik even opdragen aan Joyce Vermanen. Arme schat heeft de schouder gebroken, die zit thuis met heel veel pijn. Dus vanuit deze plek, veel succes Joyce. Vanuit de beterschap en waarschijnlijk zitten we wel mee te kijken. Dat is wel zeker. Super Tom, gefeliciteerd. Dankjewel. Mooie zegen van Vikens Suno en Tom Kooijman. En aan het hoofd een trotse eigenaar, Johan van der Wal. Hij zocht het paard zelf op in Zweden. En maakte er samen met Bas Krewas een seriewinnaar van. Dames en heren, geef ze een groot applaus. De winnaar van koers 4, de Nesk Wevers Nieuwstadprijs. Vikens Suno en Tom Kooijman.